Nou, ik vind het bijzonder gek om hier terug te zijn. Want het is hier dat ik dus 26 maanden gezeten heb in dit gebouw. Dat was, hier was de Nederlandse ambassade. En ze hadden hier allemaal, hier hadden ze dus allemaal prikkeldraad opgelegd. Zodat ik niet uitkom. En dan, ik werd dus bewaakt door een groep van de Zuid-Afrikaanse politie, een speciale eenheid. We zagen elkaar als vijanden, dus we pesten elkaar vaak. En nou zie ik er straks één en dat vind ik heel bijzonder. Anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge keert na 25 jaar terug naar de plek in Zuid-Afrika waar hij meer dan 2 jaar vast zat. Hij gaat er voor het eerst iemand van de andere partij ontmoeten. Een bewaker van de toenmalige blanke Zuid-Afrikaanse politie. Ik kijk er naar uit en ik vind het ook wel een beetje griezelig. 5 dagen eerder. Klaas de Jonge komt in Zuid-Afrika aan. Kaapstad wordt gehuld in een dikke laag mist. Ik ben bezig aan het schrijven van mijn memoires. En ik wou lange tijd weer eens terug naar Zuid-Afrika om te praten met mensen die ik in de tijd 80 jaren kende, toen de strijd toch in volle gang was. Om te kijken wat zij nu denken van het huidige Afrika en dat afzetten tegen de verwachtingen die ze hadden. Wat is er goed gegaan, wat is er slecht gegaan? En ik zat bijvoorbeeld net te praten met iemand en die zei, ja, we hebben wel vrijdom en vrijheid en democratie, maar de armoede is nog zo groot en daar wordt niks aan gedaan. Nou, over dit soort dingen zou ik uitgebreid willen praten met mensen waar ik vroeger mee samen gewerkt heb hier. Klaas de Jonge raakte in de jaren 80 als relatieve buitenstaander betrokken bij de strijd van het ANC. Een Nederlander in de guerrilla-strijd tegen apartheid, tegen de onderdrukking van het blanke regime. De Jonge smokkelde wapens en explosieven voor de organisatie en deed onderzoek naar geschikte locaties voor aanslagen. Natuurlijk was ik op de hoogte dat daarbij mensen zouden sneuvelen. Dat was zelfs de bedoeling. In ieder geval, de eenheid waar ik bij werkte, die was uit op het aanvallen van strategische doelen. Zijn er door uw toedoen ook burgerdoden gevallen? Ja, waarschijnlijk wel. En dat is ook naar, dat is afschuwelijk. En daar ben ik dan ook voor verantwoordelijk. Maar dat heb je dus in de oorlogssituatie. We zijn op de boot naar Robben-eiland en dat is waar het eiland van alle politieke gevangenen zat, zoals Mandela. Het is een symbool voor alle mensen die in het verzet gezeten hebben en een enorme tijd van hun leven vast hebben gezeten voor hun ideeën, hun overtuigingen. Een symbool voor vrijheid, een symbool voor niet aan het accepteren van onrecht. Proceed to the master, guys. For the first 6 months, we were just sitting on a block of concrete and breaking big stones into small stones into gravel side. And after that, after about 6 months, we were taken to the quarry where we worked with pick and shovels, and we were there for about 13 years. What I can say is, this prison was built by prisoners. Ahmed Kathrada werd gelijk met Nelson Mandela gevangen gezet. Hij kwam in 1990 vrij en werd een paar jaar later parlementslid en politiek adviseur voor president Mandela. Thank you very much. Did you know Mr. Klaas de Jonge? Yes, no, of course we know of him. He's one of the escapees. Yeah. So, and how important was his role for the struggle well, of the ANC? We can't talk about the solidarity of the Dutch without talking about him. Because he symbolized the anti-apartheid movement in Holland. De rol van Nederland in de strijd tegen de apartheid is op dit moment onderwerp van onderzoek in Zuid-Afrika. En daarbij hoort uiteraard ook de rol van Klaas de Jonge. There's none of us who grew up in South Africa or involved in the anti-apartheid struggles were not moved, did not follow every detail of Klaas de Jonge going to the Dutch embassy and that playing out. You know, it gave people hope. It gave sense, people a sense that this wasn't a struggle just about us. There were people from, you know, who didn't have immediate stake in the issues, who were prepared to give their lives. Of course it mattered. Terug naar 1985. De Jonge zat met zijn ex-vrouw Helena Pastoors in de auto toen ze door 3 auto's werden klemgereden.
Nou, ik kon niks anders dan stoppen. Sprongen er 8 man uit, gewapend, ik moest stoppen eruit. Zo. Ik voelde me net in een film stappen. Zo. Verscheide politieofficieren het verduidelijk hoe de jongen op verschillende tijden plekken uitgewezen waar wapens en ammunitie later uitgegraven is. Die opslagplekken was bij Mildersdrif, Halfweg Huis, Babsfontein, Springs en in Natal in die Oos-Kaap. Dit was onderdeel van een ontsnappingsplan. De jongen droeg zogenaamde leg irons, boeien om zijn benen, en nam de politie tenslotte mee naar een bedrijf waar ze zogenaamd een aanslag hadden willen plegen. Toevallig zat daar ook de Nederlandse ambassade. Bij de eerste zei ik van, ja, kijk, daar begint het bedrijf al. Daar is het bedrijf waar we dus iets wilden doen. En ze kijken alle drie naar en ik pak die lekker uit. Ik ren dat korte stukje die gang en dender de ambassade binnen, waar achter glas een paar verschrikte vrouwen zaten. Ik zei, politieke gevangenen, help me, help me. En ze waren, die drie die renden achter me aan, gooiden me tegen de grond, pakten me eruit. En dat was het begin van een heel incident en waren ze op een bepaald moment gedwongen om me terug te brengen. Na er 10 dagen lang over na te denken, heeft de Zuid-Afrikaanse regering besloten Klaas de Jonge aan de Nederlandse ambassade in Pretoria over te dragen. Als Klaas de Jonge naar de Nederlandse ambassade gebracht wordt, betekent het dat hij er niet weer uit kan zonder door de Zuid-Afrikaanse politie gearresteerd te worden. In Kaapstad bezoekt de jongen inmiddels de Nederlandse Gert en Gonne. Zij zijn in de jaren 80 door hem getraind om een safe house voor ANC-strijders te runnen. Dit is nog iets. Oh, lekker fantastisch. Oh, natuurlijk. En misschien toch ook nog wel leuk. De zonder krant. Oh, dat is altijd heerlijk. Dankjewel, Klaas. Ja. Ik vond het heel leuk om met jullie te praten. En ik zou natuurlijk ook zeggen wat ik ervan denk, maar ik weet, het zit er minder goed in. Van wat nou de leuke dingen zijn die hier. Je zegt van nou, dat is toch wel een hele goede ontwikkeling geweest en waar je twijfels bij hebt. Op dit moment vind ik het heel erg negatief. Ik vind het verschrikkelijk wat er op dit moment aan de gang is. De ANC, het lijkt wel of alle fatsoenlijke mensen eruit weg zijn getrokken. En het is alleen maar een ordinaire machtsstrijd die er aan de gang is. Corruptie is echt vreselijk en loopt helemaal uit de hand. Het ANC is inmiddels 18 jaar aan de macht. Corruptie is aan de orde van de dag en de armoede is allesbehalve verdwenen. En er gebeuren ook gewoon wel hele goede dingen. De mensen zijn vrij. En als je uiteindelijk aan mensen vraagt wat is belangrijk, dan zijn toch dat soort dingen belangrijk. En die vrijheid was er niet geweest als... Hè, en dat is toch echt wat we nooit mogen vergeten. Nee. Nou, wat dat betreft heb ik zelf, als mensen zeggen, heb je spijt? Nee. En zo van, en iedereen, ik vind ook van, persoonlijk vond het proces om te vechten voor een nieuwe maatschappij ontzettend belangrijk. En wat die mensen daar dan mee doen, dat is dan ook weer veel meer. Precies. Ik werd direct kwaad op het onrecht wat je zag, waar je mee geconfronteerd wordt, de uitbuiting, het geweld en zo. Ik heb op geen moment spijt gehad, ook nu niet. Ook al zouden we nog een grotere rotzooi maken dan jullie vertellen, zou ik dat nog niet hebben om mezelf te redden. Na Kaapstad gaat Klaas de Jonge naar Pretoria. Op bezoek bij de familie van zijn oud-ANC-kameraad Victor. In de township Mamelodi. Zelf is Victor een paar jaar geleden overleden. Hey. I remember him like this when I knew him. That was during the struggle. He was a beautiful man. Mm-hmm. Huh? Handsome. And handsome, yeah. Zelf kreeg de jongen kort geleden ook problemen met zijn gezondheid. Het was een van de redenen voor zijn terugkeer naar Zuid-Afrika. Artsen hebben mij gezegd van dat ik kanker had, maar ze hebben niet kunnen vaststellen waar. Dus ik heb gezegd, nou, dan wil ik me niet laten behandelen voordat je precies hebt uitgevonden welke plekken. En dat heeft risico's. En nu dacht ik, nu moet ik eens beginnen. Ik zeg, ik ga altijd eens wat schrijven als ik oud ben, maar ik ben nou oud. Ik moet een keer beslissen dat ik oud ben. En dan denk je natuurlijk wel, als je geconfronteerd wordt met zo'n ziekte, van ja, dan moet ik toch eens aan gaan denken. Ik wil die memoires schrijven. De jongen wil van Victor's weduwe Pauline weten hoe het haar is vergaan na de afschaffing van de apartheid. Net als haar man was ze actief betrokken geweest bij de gewapende strijd van het ANC. Haar promissa di un giorno
She promised them the houses. When they come out from the exile, they will get houses. Yeah. But we didn't get a house. It's painful because we promised to the Lodze in Chinchi and the Ababa Irela Siloiwa. Their family. Yeah. But as an old veteran, so you have right to certain grant, eh? Yes. And that you they she then gave to you? Even that grant, they say to me, I'm not the ANC member. So, but still, if there are elections, you're going to vote for the ANC. Yes, because of ish. Ze hadden wat meer kunnen doen om veteranen een betere mogelijkheden te geven. En ik denk dat als je dus mensen die gevochten hebben, het is altijd een hele klein percentage wat zijn nek uitsteekt en wat doet. Als je die laat vallen, dan is dat, vind ik dat wel schrijnend. Omdat zij toch de basis zijn van wat het land aan het worden is. Na de ontmoeting in de township bezoekt de jongen een boekpresentatie van vooraanstaand ANC'er Ronnie Kasrils. Hij was van 2004 tot 2008 minister. Over het feit dat Klaas' ex-vrouw wel een onderscheiding kreeg en de jongen niet, verbaast hij zich. I think it's wonderful that Helen Pasteur has received the award, but they should have received it together. And I can't understand why this was not the case. Perhaps the person who made the submission that Helen should get the award was not aware of Klaas. And those of us who know him, know he deserves it, will certainly make submissions that he should be recognized just as she was. His footprint in our history is rather large. And it's my wonderful comrade here, I'm thrilled that Klaas de Jong is present with us. Would you stand, Klaas, and just show what a terrorist from the Netherlands looks like? What Klaas managed to achieve through his work, which was secret, was to really make a lot of the combatants rely so much on that kind of work. And then, yes, when he's captured, in fact, hundreds of thousands of people in South Africa, millions, come to realize, my God, there's this Dutchman, hy kyk net soos die boere, en hy het die naam van die boer, Klaas de Jong, and he's with us. Do you know how inspiring that was? Fantastic. He became a true hero of our struggle by being caught, by being open to the public appraisal. Klaas de Jonge is onderweg naar de voormalige Nederlandse ambassade. Hij zat er van 1985 tot 1987 vast. De Zuid-Afrikaanse politie maakte zijn isolement daar extra moeilijk. Er waren gewoon pesterijen, dus dat is de gooien met stenen tegen de ramen en geschreeuw en een luid radio en met stokken tegen de ramen. Zelfs een barst in het lagen en zo. Ze zijn ontzettend agressief en vaak uit persoonlijke motieven, want een van die jongens die heeft zijn familie verloren bij die Pretoria-bom. Dus dan dreigen ze met hun wapens en zeggen ze dat hij doodschiet en zo. Maar het is op zichzelf wel niet erg als het overdag gebeurt, maar s'nachts, dus als je 4 dagen achter elkaar geen slaap krijgt, dan wordt iedereen hier prikkelbaar. En een van die bewakers gaat de jongen nu, 25 jaar later, ontmoeten. Hey. Fine. Hello. First time in 25 years to take your hand. Yeah, I remember you. You're a bit bigger. Porto, I called you in my name. Yes. Hey, strange, isn't it? Yeah, very. Yeah. Na de eerste uitwisseling van beleefdheden begint de jongen met lastige vragen. You were a member of a very trained unit. Yes. So if I had escaped and I had a plan and you heard a... Would you have shot? Shoot me? Probably. Look, yeah, it's 25 years later. Yeah. I can't really say what I would have done at the time. At the time I was about 20 years old. Yeah. It's possible that I could have shot you, it's possible that I could have helped you, I don't know. Yeah, yeah. I thought the first thing, but it is nice to know that you have doubts in a minute now. I could have helped you because I knew the ins and outs. I knew the guys that are looking after you. Yeah. And
They were very tough, they were crazy guys. Very crazy. I don't know what they did here because only one at a time used to sit at the back here. Yeah. Yeah. Two up front there, yeah, and two on the corner there. Yeah, I know. So we were, I know, five. Exactly, I found out. Yes, we were five and we had shifts of 8 hours. Mm-hmm. So you had 15 guys in a 24-hour period. Yeah. We were pushed into a situation, I mean, you couldn't really say no. Yeah. You had to follow orders. Yeah. So. And if you are in a group and you are frightened, and then often you do things you wouldn't believe you could, yes, do, isn't it like it's this? True, yes. I'm really glad to see you. I see it as a kind of reconciliation on a personal level. Huh? Yeah. I told them, the other guys, some of them were quite rough. Yeah. They used to make bottle bombs and put them in the street and yeah, make a lot of noise. A hell of a lot of noise, yeah. Hij zei tegen mij van, ik had je best kunnen helpen om te ontsnappen. Want hij had gelaten gehoord dat ik van plan was geweest te ontsnappen. En dan had ik je kunnen helpen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat hij me direct geschoten had. Hij zei, ja, we hadden geen opdracht om te doden. Maar hij zou, ja, ze doen niks anders dan mensen. Dus misschien had hij me geschoten. Dus ik denk het niet. Maar tegelijkertijd vond ik een sympathieke man. En hij leed ook wel wat hij gedaan had. En ik was er blij mee om hem ontmoet te hebben. Dus ik zie het als een soort persoonlijke reconciliatie, persoonlijke verzoening eigenlijk tussen twee mensen die op verslagen tegen elkaar stonden. Dus dat vond ik wel fijn. Ja. Maar ik geloofde hem niet helemaal. It's here. Yeah. Hmm. It's much smaller now. Looks than we're inside. Yeah, because what we perceived from outside. Ja. Dankzij een gevangenruil waarbij verschillende landen betrokken waren, kon Klaas de Jonge in 1987 de ambassade verlaten. Ja, after these 2 years in this fascist country, I'm very happy to be here back in. Er zijn dingen positief veranderd, maar het is niet genoeg. En er is een klasse die zichzelf aan het verrijken is en dat moet tegengegaan worden. Dat is, maar waarvoor we streden, denk ik, de basisvoorwaarden zijn gelegd. Alleen, ja, het gaat niet van de ene kant tot de andere. Maar ik vind het ontzettend leuk om terug te zijn. En ik ben trouwens een optimist. Ik blijf hoopvol. Maar tegelijk is er een hoop strijd te leveren. Geen gewapende, gelukkig, maar op politiek, sociaal en economisch niveau. Ja, strange, hè? 25 jaar, more. Two complete opposites, eh? Yeah. Opposite of the war. Of the war, yeah. And then both were responsible for killing people. That's true. Yeah.